Mark van Bommel is de eindverantwoordelijke van het team van PSV. Met alle spelers, alle leden van de staf. En zij kunnen, alles bij elkaar opgeteld, terugkijken op een prima trainingsweek. Ja, het begon eigenlijk niet goed met de blessure van Jannik op de eerste training. Maar buiten de blessure van Jannik hebben we denk tot nu toe gewoon een fantastisch kamp gehad. Op de manier hoe we trainen, de sfeer in de groep, de omstandigheden. Ja, een beter veld vind je bijna nergens. Nee, dus het is een goede keuze om hier naartoe te komen. Dus je moet toch even vliegen, zeg maar. Nee, dat was zeker een goede keuze. Ik wist van tevoren dat hier de omstandigheden goed waren. Dat je hier 100% goed weer hebt, dat de velden top zijn. Daar gaat het om. Het hotel moet goed zijn, het eten moet goed zijn, het veld moet goed zijn. Die omstandigheden heb je. Is het verschil groot met Zwitserland, toen jullie daar begonnen? Ja, het is de eerste keer dat je een trainingskamp hebt, terwijl je de groep kent. En dat was bij de eerste keer niet. Ik kende natuurlijk wel de groep, maar niet dat je elke dag met elkaar werkt. Zij moesten wennen aan ons, aan de technische staf. Er waren een hoop nieuwe gezichten in de staf. Wij moesten wennen aan hun aan onze werkwijze. We wilden het elftal zo snel mogelijk op onze manier laten voetballen. Ja, dat is dan wel aftasten en wennen. En nu is het alsof je al 4 jaar bij elkaar bent. Ja, het straalt er ook vanaf hoor. Ja. Plezier ook vaak. Ja, plezier, maar dat is daar begint het vaak mee. Het klinkt gek. Of laat ik zo zeggen, het begint eigenlijk bij tactiek. En dan plezier en dan jongens dat leren uit te voeren wat wij voor ogen hebben. En dat lukt Van Bommel en zijn mannen in de eerste competitiehelft erg goed. 17 wedstrijden gespeeld, 16 keer gewonnen en trotse koploper in de Eredivisie. Dus er is er weinig reden om de manier van werken te veranderen. We zijn eigenlijk op dezelfde voet verder gegaan als voor de winterstop. Met die verstanden dat je dan wel een aantal dagen gewoon thuis bent. Wat iedereen ook verdient had na de eerste seizoenshelft. En dan ga je hier verder en dan wil je op hetzelfde niveau verder. Qua intensiteit is het natuurlijk lastig als je een paar dagen vrij bent geweest. Maar gewoon ook sowieso op speelwijze ontwikkeling. En op de manier van voetballen, dat we dat steeds beter willen doen. Ja, en daar ga je gelijk mee aan de slag. Samen met het fysieke, maar dat is niet de hoofdmoot, want wij trainen het hele jaar door eigenlijk op dezelfde manier. En dus kunnen ze dit ook in deze omstandigheden, die toch iets warmer zijn dan in Nederland bijvoorbeeld, kunnen ze dat aan 2 keer per dag? Ja, zeker. Maar dat door het drukke schema voor de winter kon dat bijna niet. Maar de jongens zijn wel in staat om dat vol te houden. Dat gaat de groep van Van Bommel tijdens het trainingskamp goed af. 2 keer per dag wordt er intensief getraind, 's ochtends een sessie. Aan het eind van de middag, begin van de avond een sessie. En de vonken vliegen er altijd vanaf. Team boekt progressie en dat is het belangrijkste. En dan gaat het individu mee. En voor de jonge jongens, die worden meegenomen door de ouderen. Wat dat betreft hebben we gewoon een goede groep. Die jongens heel snel ontvangt. Waardoor ze zich heel prettig en heel snel thuis voelen. Waardoor zij ook gewoon goed kunnen trainen. Dat is, hoe moet je het zeggen? Het leeftijdsverschil is ook niet zo groot. Hè? Nee, maar goed, er zijn ook jongens die veel meegemaakt hebben. Ja, zeker. Maar dat zijn jongens die al die ervaring hebben, die zelf in die situatie gezeten hebben, die weten wat het is. En we praten altijd over het team. Ja, dan worden zo snel mogelijk opgenomen, dat zo snel mogelijk het team weer functioneert. Waardoor die jongens ook kunnen presteren. Hoe belangrijk is een oefenwedstrijd tegen Club Brugge? Kijk, het is een korte voorbereidingsperiode. We spelen volgende week zondag tegen Emmen. En als je dan in deze omstandigheden een tegenstander kan vinden als Club Brugge, die iets anders spelen dan we gewend zijn, dan is dat wel een hele mooie test. Maar laat ik zo zeggen, we houden geen rekening mee dat wij in onze trainingsarbeid, et cetera. Dus het is gewoon een goed moment om weer wedstrijdminuten in de benen te krijgen. Maar de trainer van PSV een beetje inschattende, zal hij ook deze wedstrijd willen winnen. En om zijn spelers dat gevoel ook te geven, bouwt hij altijd een competitie-element in tijdens de trainingen. Het is spelende wijs, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Kijk, een bepaalde manier van, wat ik net al zei, een bepaalde manier van voetballen en daarbinnen moet je winnen. En als je nou niet goed kan voetballen, moet je wel winnen. En dan moet je allerlei manieren voor verzinnen dat je die punten binnenhaalt. Ja, en daar geniet je zelf ook van. Ja, ik kan er wel van genieten. Ja. En dan uiteindelijk heb je vanaf maandag een normale week de tijd om de laatste punten op de i te zetten richting de herstart. Ja, maandag sluit Tjuki ook weer aan. Die is inmiddels in Nederland. Die gaat daar voor zichzelf trainen dat hij ook op een bepaald niveau in kan stromen. Je probeert het beste voor de speler.
En dat is voor ieder individu zo. Kijk, als je hem vanuit Mexico op een dag dat hij hier komt, laten we nog maar 2 of 3 keer trainen. Met zo'n lange reis van Mexico naar Doha. Hij kan niet op het niveau instromen waar wij aan het trainen zijn. Ja, dan kan je hem beter een kortere reis aanbieden. Dat hij daar om een goed niveau traint, op zijn eigen niveau, om snelle stappen te maken. In zijn eigen omgeving, in plaats van reizen en weer terug. En dat hij dan dichter bij de groep zit dan dat hij hier naartoe komt. Tot slot, mag je al stellen dat je klaar bent voor de hervatting van de competitie? Wij zijn altijd klaar. Kijk, die wedstrijd begint volgende week zondag. Dan moet je klaar zijn, of je nou wil of niet. We moeten zorgen dat wij voor iedere wedstrijd klaar zijn. En we bereiden ons top voor. Dus daar maak ik me absoluut geen zorgen over. En dan kan het een mooi tweede deel van het seizoen worden. Ja, daar gaan we wel vanuit, ja.